We zijn eigenlijk 3 jaar geleden gestart. Ik was hier op het eilandje, ik denk ook via via dat er is gekomen. Dat ik eigenlijk binnenkwam, stond over te nemen. Het was niet in een staat zoals het zich nu bevindt, maar ik had er wel doorgekeken dat ik zeg van ja, dat is echt een pareltje in Antwerpen. Ook een van de oudste cafeetjes van het eilandje. En je voelde zo die vibe, de sfeer. Ja, er zat iets in. Ja. Ik merk een Franse bistro-sfeer. Ik zie foto's van Antwerpen aan de muur. Mooie combinatie, hè? Ja, ik heb eigenlijk altijd mijn stage in Frankrijk gedaan. Ook de muziek, de lijst van Spotify. Als je nu de vraag stelt, ja, dan denk ik in mijn eigen, ja, dat is zo echt zo. De stage heeft een heel grote indruk op mij gehad, vroeger. En dan het Antwerpse. Het heeft eigenlijk het interieur van een pakboot. En dat is eigenlijk toevallig het archief van Antwerpen dat ik die foto's zag. En het had nog iets nodig. En dan had ik zoiets van, ja, dat is wel prachtig voor dat te combineren. Wat kan men hier eten? We hebben eigenlijk een vaste kaart. Ook omwille van ons echt vast cliënteel kan ik er eigenlijk niet meer vanaf. Dus de vaste kaart bevat eigenlijk bepaalde ingrediënten die slaan op een vol-au-vent. Een bacchanale, Bacchus bacchanale, dat is met zwezerieken. Onze huisgerookte zalm, dat we zelf roken op de Oklahoma Joe. Maar suggesties kunnen uitlopen naar gelijk buikspek, een beetje gedurfder, iets kunnen, techniek, nieuwe techniek, iets laten proeven, iets laten kennismaken. Maar in principe zijn we eigenlijk echt een Belgische, Vlaamse kostkeuken, om te zeggen. En hoe zit het qua prijs? Het eilandje hiernaast ook nog, ja, een gekend restaurant. Ja, klopt. Ovepoor, ja, nee, ik vind dat top. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugde hier. Dat vind ik heel belangrijk. En dat zijn conculega's. En qua prijszetting zitten we eigenlijk, ja, heel toegankelijk eigenlijk. We zijn nog altijd in tijden van corona. Ik kan er ook niet verhogen. Don't change a winning horse. We zitten altijd zo goed als vol zit, eigenlijk altijd. Dus ik ga dat niet doen. Het is wel zo dat dat... Maar nee, liever zo, we komen er. En als het plaatje klopt, klopt het. Dus ik kan er ook niet aankomen. Dus we zijn heel toegankelijk. Ik zie ook een toog. Wil dat zeggen dat er ook iets kan gedronken worden? Gewoon? Ja, de toog eigenlijk... Ik probeer, als hier vaste klanten zitten en die willen daarna nog iets drinken, als het sluitingsuur wegvalt, mag dat zeker en vast gebruikt worden. Maar ik denk niet dat we echt café gaan aanhouden. We zijn ook heel vaak afgehuurd door bedrijven. Is er een andere formule, een walking dinner served, dan gaat hier alles buiten en komen allemaal staantafels, een soort buffet, en dan kan dan toch uiteraard worden aangehangen worden voor het gebruik. Jouw naam, Dazeleren, ja, dat is een bekende naam in Antwerpen, hè? Er lopen, ja, wel wat bekende figuren rond. Ja, goh, dat is van lagere school al, dat de leerkracht zei van oei oei oei, het is weer een Dazeleren. Dus dat heb ik altijd al meegekregen. Het is een grote familie, het is ook echt een familie uit Antwerpen. Er zijn veel klanten die gelinkt zijn aan mijn grootvader van de juwelier, de juwelierszaak dat hem had vroeger. En dat is eigenlijk wel heel plezant. Dus ik denk dat we echt een Antwerpse familie zijn, ondanks dat ik een Nederlandse moeder heb. Hè. Maar ik heb me altijd thuis in Antwerpen gevoeld. En ja, die naam Dazeleren, dat klinkt af en toe wel eens een keer meer. Ja.